eerste instantie was ik bezig met een bestaansscenario, maar dat na een jaar of zo heb ik toen besloten van dit is eigenlijk niet wat ik wil. En toen ben ik helemaal opnieuw begonnen met een eigen verhaal. En toen duurde het nog 3 jaar om dat geschreven te krijgen, wat op zich niet zo heel gek is hoor, dat is redelijk normaal. Ja, dit is geen klein filmpje of zo, dus het duurde gewoon lang om het te schrijven, duurde best lang om het te financieren en casten, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Dat is gewoon bij de mensen die ik wilde om daar überhaupt bij te komen, dat heeft gewoon best wel een tijdje geduurd. Dus moet je redelijk stevig in je schoenen staan, omdat er grote namen op je afkomen. En dan heb je altijd mensen die zeggen, nou joh, doe dat nou gewoon. En maar ik zeg, ja, die vind ik dan eigenlijk minder goed, die vind ik te oud. Er was altijd wel wat. En ik ben gewoon eigenwijs gebleven en uiteindelijk heb ik gewoon kunnen krijgen wie ik wilde.